Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Doe alvast een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en dan gaan we nu beginnen met de video. Veel kijkplezier! Het volgende station is Schiphol Airport, station Schiphol Airport. Ja, een hele goede morgen. Het is 19 februari en ik ben net vertrokken uit het station van Rotterdam Centraal. Ik ben onderweg naar België en in Breda komen Bertijn en Marijn erbij. We gaan vandaag een hele tour door België maken. Maar ik heb geen idee waar we heen gaan. Dat is voor mij een verrassing. Hun hebben de planning, zeg maar. Ja, en binnenkort komt er natuurlijk ook een special online op mijn kanaal. Ik ga een soort kleine serie maken, want ik ga volgende week, dus over precies 24 uur... Of 7 dagen ga ik naar Tsjechië onder andere een hele vette intro maken. Abonneer even op mijn kanaal. En dan gaan we nu beginnen met de video. Veel kijkplezier. Morgen. Hoe is het ermee? Lekker, jullie? Prima. Hier. Dank je. Van jou. Nou, instap. Ik ga eerst uitchecken. Wat vind je daarvan? Bertijn die was zo lief om de planning geheim te houden, maar hij zei nu dat we hier uitstappen. Dit is station Brussel Centraal. Waar heb je ons heen gebracht? Brussel Centraal. Jezus, wat een graaf station. Lekker groot, tering groot bakje koffie. En waar gaan we heen? Zeg ik niet. Wat moeten we hier nou mee? Weet ik veel, een klap voor zijn kap geef. Doe maar. Nee, ik zie niet. Nou, we zoeken nu een wafel, want deze dipshit wil zo graag een wafel. Dus ja, maar ja, weer al een rondje gelopen. Je zou denken dat in België je wel een wapen kan vinden. Nou, maar dat valt vies tegen op deze manier. Dat dus. We hadden geen planning. Die heb ik pas gisteravond om 11 uur in elkaar zitten draaien. Wat is dit voor rijtuigtype? M6. Oké.
Nou, met deze M6 gaan we naar, ja, geen idee, want zoals je net uitlegde, heb ik net om 11 uur pas gemaakt. Vanochtend, of gisteravond. Gisteravond laat. Maar hij wil dus niet delen. Klerenlijn is eigenlijk. Ja. Maar dat is weer een leuke twist van de vlog. Dus met deze tijd gaan we naar geen idee. Lang leven rolstoeltoegankelijkheid. Lang leven rolstoeltoegankelijkheid. Aangekomen in Zottegem, of all places. Met het baby werkt die bezig in de landing. In plaats van planning. Nou, ingestapt in de MW41. Deze nemen we zoals gewoonlijk tot geen idee. Nou ja, toilet dus heb ik al eerder gereviewd. Ga ik nu niet weer doen. Dan moet je de vlog van België maar kijken. Gent Sint-Pieters. Bier halen. En wij zijn nu op Gent Sint-Pieters. Nou, bouwpunt centraal. Nou, dit ziet er wel leuk uit. Even neergestreken bij lokaal het eentje in de Gent. Dit werd ons aangeraden. Flandrium. Nou. Perfect, lekker. Vind jij ervan? Heerlijk. Goed op smaak. Marijnse. Ja, of wat anders. Maar dat... Nee, top. Ook een pittig garnituurtje erbij. Dus ik zou zeggen, proost. Proost. Nou, net weg uit het cafeetje. Top bier. Ja, lekker bier. Nou, mocht je eens een keer in Gent zijn. Als je een keer in Gent bent, naar de Rambler gaan. Letterlijk bij het station. De Rambler. Daar is het station en daar is de café. Ja, en we gaan nu dus naar Landen, want hij heeft de planning bekendgemaakt. Ja, het zal ik eens niet. Nee, gaan we nu naar Landen en gaan we 2 uur met een dingetje neus. Nou, daar heb ik zin in. Jullie? Ja. Ja, wat gaan we in Landen doen? Ik heb geen idee wat het is. Bier halen. Nog een biertje halen. Kijken of we daar ook zo'n leuk kroegje kunnen vinden. Ja, nee, is goed. Dus ik zie jullie zo. En met deze neus gaan wij naar Landen. Dat is een rit van ongeveer 2 uur. Goed vol te houden deze trein. Kijk, daar is daar wat aan de hand. Nou, aangekomen op het station van Landen. Nou, hier gaan we weer bier drinken. Van Liège, Guillemot. Zo, hier pakken we de trein naar Maastricht. Papper.
met deze break gaan we naar Maastricht. Dat is dus de eindpunt van deze trein. We gaan weer naar mooi Nederland. Hallo. Hallo. Op het station van Maastricht. We zijn nog steeds in België. Nou ja, dat is nog niet veel. Nee, nou ja. Nederland. Hoe vonden jullie het? Dat ik vond het wel leuk voor de eerste keer. Ik vond het een leuk rondje. Deze hier ook vrij gelukkig. En, voor mij de eerste keer in België. Nou ja, voor mij dus niet. Maar ja, dat weten jullie wel. Nee, jij bent afgelopen week al een paar keer geweest. Eén keer, maar hè. Dat is niet erg. Nee, ik sluit hier deze video af. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Abonneer op Marijn's Treinenpagina. Doe dat zeker ook even op deze lieve jongen. RBAG Trainspotting. Hè? Want een wedstrijd. Wie de verste komt, dan ineens onze zaak 50 voor. Dus gun hem even de inhaalslag. Zo ben ik dan ook wel weer. En nou, ik zie je bij de volgende video. Dat wordt de trip naar Praag. Mocht ik in de tussentijd niet iets doen, maar dat denk ik niet. Dus wil jij weten hoe gewerkt worden? Ja, dat dus. Wil jij weten hoe de interrail naar Praag en onder andere Oostenrijk, Frankrijk, ja, dat soort landen gaan? Abonneer dan zeker, want ja, zondagavond of maandagmiddag komt hij online. Dus, wil kijken, zie je alvast.